Hey, super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Anthony en vandaag ga ik iets uitleggen over progressive overload en hoe je het zelf kunt toepassen in je training. Ik zal eerst even kort uitleggen wat progressive overload eigenlijk inhoudt. Progressive overload is dat je je training steeds ietsje zwaarder maakt, waardoor je lichaam steeds een nieuwe prikkel krijgt om te groeien. Dat is natuurlijk wat we allemaal willen. We willen allemaal groot worden, allemaal sterker worden. En ja, het is natuurlijk niet makkelijk, want je kunt niet steeds maar elke week het gewicht omhoog gooien. En dan zou je na een jaar zou je 300 kilo kunnen benchen. Nou, ik ken eigenlijk niemand die dat kan. Maar er zijn een aantal manieren hoe je je lichaam slimmer af kunt zijn. De eerste manier is inderdaad om het gewicht omhoog te gooien. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door elke week of elke twee weken iets van gewicht erbij te doen. Dat hoef je niet op al je oefeningen te doen. Mijn tip zou zijn om dat op de compound oefeningen te doen. Dus de oefeningen waarbij je grote bewegingen maakt, zoals de squat, de bench press, een row, de deadlift. Misschien zelfs weighted pull-ups. Dat zijn oefeningen waarbij je best wel makkelijk het gewicht omhoog kan gooien elke week. En de meer geïsoleerde oefeningen is het echt niet nodig om elke week het gewicht op te schroeven. Een andere manier om progressive overload toe te passen is door bijvoorbeeld elke keer een herhaling erbij te doen. Stel je doet een bench press en je doet dat met 80 kilo en je kunt dat 3 keer 8 doen. Dan probeer je het volgende week probeer je het 2 keer 8 en 1 keer 9 te doen. En de week daarop probeer je het 1 keer 8 en 2 keer 9 te doen. Net zolang tot je bijvoorbeeld 3 keer 12 aan kunt en dan pas gooi je het gewicht omhoog. Wat er belangrijk is dat je lichaam elke keer een nieuwe prikkel krijgt. Dus dat je net even iets meer van je lichaam vraagt dan dat je de laatste keer hebt gedaan. Dit is hoe ik het zelf doe bij de compound oefeningen op dit moment. Dus ik probeer elke week probeer ik 1 of 2 herhalingen erbij te gooien. Tot ik ongeveer op 3 of 4 setjes van 12 zit. En dan pas verhoog ik het gewicht. Maar daardoor vraag ik dus wel elke week net even iets meer van mijn lichaam dan de week ervoor. Een andere manier om progressive overload toe te passen is door bijvoorbeeld gewoon een setje aan je workout toe te voegen. Ook wederom zou ik dat niet bij alle oefeningen doen, maar ook weer bij de compound oefeningen. Dus stel dat je normaal gesproken 3 setjes van 10 doet, dan probeer je nu 4 setjes van 10 te doen. En dat doe je niet bij al je oefeningen, want nou, dan wordt het wel heel zwaar. En dan vraag je wel heel veel meer van je lichaam dan dat je de laatste keer hebt gedaan. Maar stel, je workout heeft 8 oefeningen, dan doe je dat bij 1, 2 of 3 oefeningen. Doe je een setje erbij. En dan heb je toch aan het einde van de rit heb je best wel wat meer van je lichaam gevraagd dan de week ervoor. Nog een manier om progressive overload toe te passen is de rusttijd te verkorten tussen je herhalingen en tussen je oefeningen. Dus stel dat jij normaal gesproken 2 minuten wacht tussen jouw setjes, dan probeer je dat te verkorten tot 1 minuut. Op die manier vraag je op korte tijd meer energie van je lichaam, waardoor je toch ook een bepaalde manier van progressive overload toepast. Zo zijn er nog wel een heleboel andere manieren die je zou kunnen toepassen om je workout zwaarder te maken. Een manier die ik bij mijn klanten vaak toepas is dat ik gebruik maak van microcycles en mesocycles. En wat dat inhoudt is dat je je workout over 3 of 4 weken verdeelt, waarbij je in week 1 bijvoorbeeld 10 kilo met 8 herhalingen doet. In week 2 doe je 10 kilo met 10 herhalingen. En in week 3 doe je 10 kilo met 12 herhalingen. Dus je bouwt op die manier best wel snel op. En dan in de vierde week gooi je het gewicht omhoog. Dus dan pak je voor 12 kilo. En dan ga je terug naar 8 herhalingen enzovoort. Dus, en dat zijn, als je dat dan 3 of 4 keer achter elkaar herhaalt, heb je een hele mesocycle te pakken. En op die manier bouw je best wel gestaag bouw je je workout op. Dat werkt, voor de meeste mensen werkt dat heel erg goed. Het is alleen wel zo, als jij al wat meer gevorderd bent in de sportschool, dus stel jij traint al 2 of 3 of 4 jaar of langer, nou, op een gegeven moment kun je natuurlijk niet meer elke keer het gewicht omhoog gooien, want jouw lichaam wordt sterker, dus jij kan steeds meer gewicht aan. En als jij op een gegeven moment met 40 kilo een shoulder press doet, dan kan je dat echt niet volgende week ineens met 45 kilo. Dus als jij al wat meer gevorderd bent in de sportschool, zul je andere manieren moeten toepassen om progressive overload in jouw workout te gebruiken. Tot zover deze korte video. Als voorbeeld bij deze video heb ik even mijn leg day gebruikt om te laten zien hoe ik zelf train. Momenteel zit ik op een 5 dagen split waarbij ik een leg day heb, een upper body, een push, een pull en nog een keer een leg day. Dus op die manier train ik al mijn lichaamsdelen 2 keer per week. Al mijn spieren train ik 2 keer per week. En dat is echt wel de beste manier om lekker te groeien. Ik zit ook in een bulk, dus ik eet momenteel 3200 calorieën per dag, wat best wel veel is. Volgende week komt er een video aan waarbij ik een full day of eating laat zien. Dus ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken. Als je het een leuke video vindt, even duimpje omhoog. En ik check jullie in de volgende. Tot later. Oh ja, en vergeet je natuurlijk niet te abonneren.